Daar ben ik weer. Ik heb de afgelopen weken heel erg veel last gehad van slakken. Dus echte slakkenplaag. En ik was elke dag eigenlijk om het uur slakken aan het vangen. En ik was het zo zat, want al mijn werk van afgelopen januari en februari met het zaaien van plantjes en alles. De slakken hadden bijna alles opgegeten. Dus ik ben van de week gaan kijken op YouTube. En toen zag ik een hele goede tip. Ik dacht, nou, dat ga ik eens proberen. En dat is slakken bestrijden met bier. Dus ik heb bier gehaald. Ik heb ze verdeeld in een paar glazen. En de volgende ochtend ging ik kijken. En ja hoor! Een heleboel slakken gevangen. Dus ja, ik voelde me de afgelopen week echt een slakkenvanger van Hamelen. En je zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Maar een nieuwe titel voor een kinderboek of zo. Maar ja, ik ben echt heel blij dat het heeft gewerkt. Dus ik ga jullie laten zien wat er in die glazen zit nu. Nou, hier kun je dus een glaasje zien. Die heb ik zeg maar ter hoogte van de aarde erin gegraven. En dan haal ik hem eruit. En dan kun je dus daar inderdaad een slak zien. Hier zie je een glas. Die is echt helemaal vol met slakken. Dat is echt smerig eigenlijk. Zie je? Bah. Dit is weer een andere bak. En hier zitten weer behoorlijk wat slakken in. Zie je? En ze worden klein, maar als ze kruipen, dan zijn ze best wel groot. Maar zodra ze erin vallen, dan trekken ze samen, zeg ik. Maar niet alle slakken komen er naartoe gekropen. Dus ik moet ze alsnog met de hand gaan vangen. Mijn vangst van 2 dagen. En ik ga gewoon eens even kijken hoeveel er nou precies zijn. Nou, ik heb ze geteld, maar het zijn 40 slakken. En je ziet er eentje nog bewegen. Die heb ik net nog even gevangen en die zat in de broeikas. Maar het is dus echt een succes, dat bier. En nou, ik had van mijn moeder gehoord, die had het wel eens geprobeerd, maar je moet echt het bierblikje met een opener openmaken. Zodat het gat natuurlijk groot genoeg is dat ze erin kunnen. En je moet ze goed in de grond graven. Dus die glaasjes zijn ideaal. En dan vul je ze ongeveer met 1/3 of 2/3 deel bier. En daar komen ze op af, want dat vinden ze lekker. Nou, als je nou kijkt hoe mijn tuintje er nu bij staat, dan lijkt het allemaal heel leuk, maar ik had hier een heleboel venkels staan. Er staat er nog eentje van. En nou ja, deze mosterdzaad is dit plant. Die groeit gigantisch. En ze hadden hier een zonnebloem helemaal opgegeten weer. Dus die heb ik eruit getrokken. Nou, deze bak. Hier zie je de bloemkool weggegeten, dus je kan het eigenlijk wel wegdoen, want er komt niks meer uit. Op de een of andere manier zit er met slijm van die slakbuis, zit allemaal zooi. Dat de plant het vervolgens ook gewoon niet meer doen. Hier daar. De peul die helemaal opgegeten is, deze peul is helemaal opgegeten. Dus ja, en dit is allemaal weg hier, want dit stond ook vol met venkel. Dit stond vol met venkel, dat is gewoon weg. Dus ik heb hier nog 1 venkel, 2 venkel, 3 venkel staan. De rest is opgegeten. Ik had er een stuk of 20. Nou, en in deze bak. Nou, je ziet dat het flink aangegeten is. En je ziet hier ook nog wel de slijmstrepen lopen. Dat zijn echt de slakken en de boosdoeners. Dus ja. Dat is jammer.
Dus die moet ik weer opnieuw gaan zaaien. Ik heb hier ook een glaasje in gedaan. Maar daar zit nog helemaal geen slak in. Dus misschien moet ik aan de andere kant nog een slakje neer gaan zetten. Wat wel leuk is, de tuin. Clematis, die ziet er prachtig uit. De geurende rozen, klimrozen. Wat prachtig en die ruiken lekker. Ik heb wat netjes gespannen over mijn zwarte bessen. Die beginnen ook echt, die zitten helemaal vol met bessen. Ja, vorig jaar hebben de vogels alles opgegeten, dus dat wil ik dit jaar voorkomen. En hier zijn de appeltjes. Een beetje aan het groeien, ik weet het doorheen zien. En mijn kersjes. Er zijn er ook al een aantal van opgegeten. Nou, ik ben in ieder geval blij met de tip die ik heb gekregen. En ik heb het uitgeprobeerd en het werkt echt. Dus als je geen chemische troep in je tuin wil om de slakken te bestrijden, is werken met bier echt een manier. Alleen ik ben altijd iemand geweest die elk spinnetje buiten zet en zo. Dus ik had wel ontzettend veel moeite met het vermoorden van die slakken. En ik dacht van ja, als je vogels in je tuin hebt, die eten slakken. Maar ik kan natuurlijk niet die slakken nu ze dood zijn, aan die vogels gaan voeren. Want ik krijg met dronken vogels en wie weet wat er dan gebeurt. Dat moeten we niet hebben. Dus ik hoop dat jullie iets hebben aan die tip. En like en subscribe en dan zie ik jullie volgende keer weer.